Deze nieuwsuitzending is voor het slapen gaan. En ik ga het hebben over immigratie. Favoriet onderwerp van de Nederlandse politiek. Die maken zich ernstig zorgen of er wel genoeg buitenlanders hier naartoe komen. Diversiteit moet. Een of andere sukkel heeft dat verzonnen. Ik zal het lekker rustig houden, want het is voor het slapen gaan. Het is nu, bij jou, is het 10:30 of zo? Ik probeer een uur vol te maken. Ervoor te zorgen dat voordat ik klaar ben, dat jij in slaap gevallen bent. Doe je laptop maar alvast met een heel zachte schermpje. Ga lekker achterover liggen. Geen oortjes in en geen koptelefoon. Ja, en als je vriendin bij jou in bed ligt en die heeft geen gezin in het geouwe hoer, ja, dan. Nou, misschien dat je kan denken aan een tweede bed. Kan je dan naar mijn zalvende stem luisteren? Om jou in slaap te wiegen. Heb je een leuke dag gehad? Of weer net zo saai als vorige week maandag? Alhoewel die dinsdag vervelender was. Ja, ik zeg maar wat. Maar je moet toch slapen? Laten we het hebben over immigratie. Het immigratiegedoe wat we nu hebben, is echt behoorlijk hoor. Dat plan dat is opgesteld in de jaren 20 van de vorige eeuw. En een aristocraat, en die heet Koudenhoven, met een K van C. Nou, dat weet ik nog even niet. En zijn tweede naam is Kaliergi. Op zijn Nederlandse Kaliergi. En dan G-I, niet met G-I-E, maar Kaliergi, met een K. Koudenhoven, Kaliergi. Historisch document. Ja, het gaat erom dat er een groep mensen is die in de gaten heeft van hier. Als we nou eens de baas worden, niet van de planten en niet van de dieren, zoals de landbouwer en de veeteler. Als wij nou eens de baas worden van de mensen. En dat is een beetje moeilijk met Europeanen te doen. Zo. Al heel lang een issue. Europeanen zijn anders dan negers. Of Chinezen. We zijn moeilijker in bedwang te houden. Het Heilige Romeinse Rijk heeft een enorme terugslag gehad met Maarten Luther. Wat een 1-2'tje was met die vent van de. De boekdrukkunst. Dus wij kwamen in een opstand. En nu pompen ze ons vol met mensen uit Afrika en mensen uit het Midden-Oosten. En die Chinezen die hebben er ook van alles mee gedaan, hoor. Hier op Facebook, op mijn ding. Er zit een man met een huppeltje pup. En die heeft zo'n importbedrijf. En die importeert Chinese elektronica. Spotgoedkoop. En waarom, denk je?
Maar waarom is die elektronica uit China zo ongelooflijk goedkoop? Nou, dat hoort bij het plan. Ze halen geld weg bij ons en dat sluizen ze door naar China. Zodat ze daar lekker van die spotgoedkope producten kunnen maken. Dat is ook een vorm van immigratie. Want immigratie gaat ten koste van ons. En dan kan je zeggen, ja, maar wij zijn verplicht aan die mensen om hun op te vangen. Nee, dat zijn we helemaal niet. Hoezo? Ja, kijk, ja, de blanken die zijn verantwoordelijk voor slavernij. Ja, dat is best dat jij dat vindt. Maar mijn familie niet. Mijn familie heeft nooit iets te maken gehad met slavernij. Ja, dus, waar heb je het over? Ja, maar doordat het Westen zoveel CO2 produceert... Ja, hebben ze in Syrië allemaal oorlog en ja, dan moeten ze hier opgevangen worden. Nou, dat geloof ik niet, hoor. Dat die oorlog in Syrië komt doordat wij zoveel CO2 veroorzaken. Lijkt me nogal onzinnig. Qua gedachten. Ik heb er niks mee te maken. Het zijn verzinsels. Ja, die massale integratie, immigratie is een probleem omdat die mensen niet integreren. No way. Ik ken een vrouw en die komt uit Tuzla. Dus, Bosnië of zo. En die is hier naartoe gevlucht. Ten tijde van die oorlog in de Balkan. Ja. Die woont nou, dat is begin jaren 90 was ze hier. Ze had al 25, 26 jaar verder. Hè. Zij spreekt geen Nederlands. No way. Waarom zou ze ook? Zij heeft helemaal geen respect voor de Nederlandse cultuur. Ze vindt het een klotenland. Ze heeft een uitkering. De dochter die heeft in de jeugdgevangenis gezeten. Ze is gescheiden van haar Mohammedaanse man. En ja, kankeren op Nederland is een van de dingen die ze kan. Ja, wat moet je met die mensen? Ik ken een man, die komt uit Marokko. En die woont ook alweer 30 jaar in Nederland. En ja, zijn Nederlands is beperkt. Na 30 jaar, hè? Ja. Ik ken nog een andere man, die komt ook uit Marokko. Die zit hier ook al misschien wel 35 jaar. Ik kan geen Nederlands. Ja, hij doet net alsof hij net binnen is gewandeld. En dan kan hij in de supermarkt ook zeggen met die meisje gaat met die jongen naar die feestje. En iedereen snapt hem, want hij denkt, ja, dat is een Marokkaan. 30 jaar woont die vent hier. Heeft ook een uitkering. En alles wat erbij hoort, hè? Een woning, en gezondheidszorg, en zeg het maar.
Hij doet geen drol. Die laatste Marokkaan dan. Hè? En die eerste Marokkaan ook niet trouwens. Maar... Weet je, nou, hij houdt zijn huis, houdt hij schoon. En dan kijkt hij een beetje tv. En, nou, af en toe komt hij naar de kroeg. En dan zie je, er zijn hele aardige mensen in de omgang. Dat is verder geen probleem. Vinden jullie die laatste Marokkanen vind ik een eikel. Dat is me echt te weinig IQ, hoor. Die laatste Marokkaan, die kreeg een keer de slappe lach van een krantenkop. Lach hier, jongen. Zij, moet je kijken wat staat hier. En ik kijk naar die krantenkop. Ik denk, ja, weer dat zoveel als de krantenkop. Ik denk, ja. Ik snapte helemaal niet waar hij de slappe lach van kreeg. Hoor. En toen legde hij het uit. En toen bleek dat hij bepaalde woorden niet begreep. Ja, en dan heb je vanuit je foute interpretatie, zet je alles op een rijtje. En dan heb je inderdaad zo'n zin als... Bassie en Adriaan zijn goede vrienden, tussen aanhalingstekens. Een dombo. En nog een man die komt uit Irak. Een hele aardige kerel hoor, zegt geen enkel probleem. Een tijd niet meer gezien. Een beetje kordaat ventje. Nou, heel vriendelijk. Kan geen Nederlands. Ja, een beetje handen en voeten. Daar kan je niet een gesprek mee houden. Maar wel heel vriendelijk. Heeft een uitkering. En nog een andere jongen, die komt uit Libië. Nou, idem dito. Heeft een uitkering. En een zoon onder zijn hoede. Nou, dan krijgt hij kinderbijslag of zo. Het zal wel goed gaan met hem. Aardige vent, hoor. Daar is helemaal niks mis mee. Maar die zit hier, die woont in zo'n wijk hier in Noord. Leuk huisje heeft hij. In de buurt van Het Broek. Dus een, ja, niet de rijke Luiswijk. Maar daar zit hij dan met een uitkering. Alle tijd voor zijn zoon. Ja, prima. Maar zo kan ik wel doorgaan. En misschien is het dan dat ik alleen dat soort immigranten ken, omdat ik dan veel in het café kom. Dat ik daarmee een filter heb. Ja, gaat niet helemaal op, hoor. Dat viel me ook op, hè, toen ik mijn kind van school haalde, in die dagen. Ja, ik stond daar op het schoolplein te wachten. Ja, ik heb flexibele werktijden. Ik ben computerprogrammeur. Ik werk vanuit huis. Dus ik kom mijn dochter van school halen. Maar dat doe ik even tussendoor. Hè. En neem ik mee naar huis. En dan kan ik nog even een uurtje programmeren. Terwijl zij op de iPad bezig is. En dan moet ik boodschappen doen. Eten koken. En na het eten ga ik weer programmeren. En dan haal ik mijn kind van school. Ja. Dan staan er vrouwen ook te wachten. Nou, dat is oké. En dan de mannen die er staan te wachten. Allemaal immigranten. Die immigranten kerels, die hebben geen werk. Die hebben geen flexibele werktijden. Nee, ze hebben geen werk. Ja, die kunnen hun kind van school halen. Die immigratie, dat is veel te duur. Wat een ramp. Die mensen zijn niet te verstaan. Voordat je het weet, heb je er ruzie mee. Omdat ze je niet verstaan. Ze zijn brutaal. En niet allemaal. Diegenen die ik net... Nee, een aantal daarvan zijn wel degelijk brutaal. Wil je niks mee te maken hebben.
Ook zo'n jongen, die is dan halfbloed Indonesisch. En die zat al jaren terug, man. Die zat te zeiken over Nederlanders, man. Ik denk, Jezus Christus. Ja, kutvolk. Ja, wat wil je dan? Nederland gaan veranderen? Met je heilige Indonesische inzichten? Blijf dan daar. Ga dan Indonesië veranderen. Ja. Ga niet Nederland veranderen. Die man die had het over grijs water. Ja. Dat is best een leuk idee hoor. Van, het afvalwater. Om dat apart af te voeren. Ja, het afvalwater. Maar die stront moet er natuurlijk uit. Dus, maar het afvalwater van de afwas en de wasmachine en dat soort dingen. Ja, dat kan je opnieuw gebruiken. De ergste rotzooi eruit halen door te laten bezinken. En dan kan je het weer in de rondte gaan pompen. En dan krijgt elke woning die krijgt 2 waterleidingssystemen. Ja. Dat is uitgerekend. Dat is punt 1 hartstikke duur. En punt 2 is nog gevaarlijk ook. Want als je per ongeluk van grijs water, zo heet het dan, is afvalwater, vermengd met regenwater. Zo. Als je van grijs water thee gaat zetten, niet het beste idee. En dat zal maar een keer fout gaan. En dan kan zo'n Indo wel zeggen, ja, jullie zijn een stelletje stomme klootzakken. Dan denk ik, ja, waar ben je mee bezig, man? We hebben het al lang uitgerekend en dat was te duur en te gevaarlijk. En misschien dat je dat voor een deel wel kan doen. Maar dan moet je heel creatief over na gaan denken. En niet in één keer de hele Nederlandse staat, bevolking afzetten als een stelletje vol idioten. Die niet weten te doen aan waterbeheersing. Nee, dat is even lekker makkelijk lullen, vind ik dat, hoor. Ik mag dat niet. Mijn moeder in Almere, die stond voor een stoplicht achter een vrachtauto. En achter die vrachtauto stond nog een auto en daar stond zij achter. En die vrachtauto die gooide de boel in de achteruit. Dus die witte lampen gingen aan. En mijn moeder zo, oké, dan doe ik de auto even achteruit. Want ja, die vrachtwagen die wilde omkeren, die was fout gereden. En die man die vlak achter die vrachtauto stond, die ging helemaal niet opzij. Ja. Dus is mijn moeder de auto uitgestapt, op die man afgelopen en gezegd, ja, die vrachtauto die wil achteruit. Als jij nou je auto even achteruit doet, hè, dan kan die vrachtauto achteruit en die kan gaan keren. En dan kunnen wij samen, hè, jij voorop natuurlijk, maar dan kunnen we samen voortgaan. En die man kwaad op haar, man. Jij mij aanspreekt als vrouw, ik beledig voel. Ja, zei mijn moeder, het was wel een immigrant. Mensen hebben het moeilijk hoor. Is voor die man ook niet makkelijk. Die voelt zich ook aangetast in zijn emotionele vrijheid. Beetje verdwaasd in een heel vreemd land. Ja, dat is het lot van de immigrant. En als je dan ook geen Nederlands kent, ja, dan wordt het lastiger. En voor ons Nederlanders, ja, eigenlijk zou Geert Wilders moeten zeggen, maar ja, iedereen krijgt gratis van de regering 5 taalkursussen naar keuze. Dus Koerdisch, Arabisch, Berbers, Turks.
Wat dan meer? Spaans of zo. Krates. Stond ik hier op de markt hier in Arnhem. En zo'n immigrantenpaar, die waren op leeftijd. Waar ze vandaan kwamen, geen flauw idee. En die vrouw die zat zo te wijzen en die zei, habagimigoo. Nou, dat was duidelijk dat het ging om 5 vissen. Hè? En die man die vroeg aan haar, zal ik ze voor u schoonmaken? Ja, je kan het ook zelf doen. Maar zo'n man is er heel handig in. Hè? Ze hebben van die scherpe messen. Dan gaat de kop eraf, dan gaan de darmen eruit. En die vrouw bleef maar zeggen, ga me gibbelibooba. En die man zei weer, ja, wilt u dat ik ze schoonmaak? Ja, ga me gibbelibooba. En die man had zijn armen en zijn schouders opgehaald. En ik dacht, ja, oké. Okay. Ja, dan niet. Hier, dan krijgen ze zo mee. Niet schoongemaakt. En als je alleen maar ga me gibbelibooba wil, ja, dan weet ik het ook niet, hoor. En kort geleden bestelde ik een lekkere bek. Dat is koolvis. Ah, je kent het wel. Ja, dan werd die lekkere bek van mij in de frituur gedonderd. Maar dan moet je 2 minuten wachten. Zo. En er stond iemand naast mij. En een vrouw. En die man. Die vroeg aan haar van, mag ik u helpen? Dat begreep ze helemaal niet. Zij stond te wachten op haar beurt. En ik tegen die vrouw nog gezegd, ja, ik word al geholpen en ik sta nu te wachten. Dus zeg gerust wat je wil. En die vrouw die kijkt me aan van, ga jij nou ook al Nederlands tegen me spreken? Het lijkt hier in Nederland wel. Ja, die begreep er geen rol van. Nou, toen werd die lekkere bek, die werd uit de frituur gevist. In een papieren zakje gestopt en ik kreeg het mee. En toen dacht zij, oké, ik aan beurt. En zij zo wijzen naar een soort van vis en dan zoveel vingers opsteken. Van die en dan 5. Ja, het werkt niet echt lekker door, hè? Oh, die vishandelaar, die arme man met zijn viskraam, die wil ook een beetje omzet maken. En terwijl de lekkerbek van Perry Winkel staat te knisperen in de frituur, dan doet hij even tussendoor, wat wilde ze ook alweer? Tong of zo? Krijg je er 5 sliptongetjes, alsjeblieft. Nee, we hebben niks in de gaten. Al dat Nederlandse gedoe. Vreemd, hoor. En het is bedoeld om de Europese samenleving van binnenuit te ontwrichten. En ze blijven er maar lui bijpompen. Gaat met miljoenen tegelijkertijd, hè, Europa binnen. Problemen, jongen. Dat botert helemaal niet, hoor, tussen Nederlanders en zeg maar. En dan ga ik heel vriendschappelijk om met de Marokkanen en Turken en Koerden en zo die ik ken. En daar heb je het mee gehad. Ik sprak een oude vriend van mij. Piet heet hij. Hey Piet, hoe gaat het met jou? Oh, zei Piet, ik heb een leuke baan. Hij zat nu in de sloop. Gebouwen slopen. Met de grond gelijk maken. Ja, zei hij. En we hebben een heel leuk team. Allemaal Nederlanders, hoor. Ja, het is wel zo makkelijk, hè, als je aan het slopen bent. Dat je allemaal dezelfde taal spreekt.
Haal even de fnazel uit de gnoezel. Ja, ik zeg maar wat. Ja. Het is handig om dezelfde taal te spreken. En al die opvang van die mensen, denk je, ja, waarom? Het is 20 keer zo goedkoop om die mensen op te vangen in een thuisland. 20 keer zo goedkoop. En waarom zouden we er überhaupt voor moeten betalen? Ja, maar die mensen zijn op de vlucht voor de oorlog. Ja, ja, in de 16e eeuw waren wij ook op de vlucht voor de oorlog. Wij gingen naar het noorden van Amerika en daar was helemaal geen opvang. Hij loopt leeg land, dat wel. Maar geen opvang. En deze mensen worden opgevangen. Gedonder met Marianne Vaatstra. Er was ook, er waren immigranten bij betrokken. Rare verhalen hoor. Er was laatst iemand en die zette op Facebook, dat was naar aanleiding van, er waren 2 meisjes vermoord gevonden, vlak na elkaar en een beetje bij elkaar in de, op dezelfde locatie. Er werd uitgegaan van 1 dader. Zo. En die vrouw die reageerde op Facebook met de opmerking van, ja, ze noemen de identiteit van de dader niet, dus dat zal wel een Nederlander zijn geweest. Nee, helemaal niet. De nationaliteit of zo. Of de afkomst. Nee, dat is niet waar. Het is juist als immigranten een misdrijf plegen, dat dat niet aan de grote klok wordt gehangen. Wat ze willen is dat er een nieuw ras komt. Allemaal koffiebruin. En niet zo slim. En dat het blanke ras dat voorbij gaat. Middels de immigratie. Of economische ontwrichting, dat krijg je ook. Dit is niet te betalen. Ik weet niet hoeveel immigranten je momenteel hebt in Nederland. Maar best een hoop hoor. En vooral zo'n bevolkingsgroep zoals de Somaliërs. Die werken niet. 70% heeft een uitkering. Nou, dat kan je van de Nederlanders niet zeggen. Maar van buitenlanders wel, hoor. Immigranten. Dan komt hier maar naartoe. Waar is uitkeringbureau? Waar ik dingen krijg. En niet allemaal natuurlijk. Maar het merendeel wel. Onder bepaalde groepen van immigranten. Ze horen hier niet thuis. En dan kan je zeggen, ja, maar jullie als Nederlander moeten een welkom huis bieden aan iedereen. Waarom? Wordt ons ook een welkom huis geboden in Istanbul? Ga ik daar een tijdje wonen? Heb ik daar een uitkering? Lijkt me wel tof. Of dat ik naar België ga, krijg ik daar een uitkering. Dat is toch niet voor ons?
Ik ken iemand, een oudere man hoor, ouder dan ik. Die heeft een zaak gehad en die handelde in bloemen. Die had een geweldige business in. Namibië, Kenia. Wat nog meer? Vroeger heette dat Rhodesia. Oh, Zimbabwe. Daar had hij zo kunnen gaan wonen. Maar zijn hele business is daar kapot gemaakt. Door de lokale overheden. Terwijl die hij leverde geld op voor het land. Maar hij was niet gewenst met zijn activiteiten. Hij oprotte. En die lui komen wel hier naar binnen. Er is een ondernemer in Afrika, die wordt eruit gedonderd. Die had niet eens een uitkering, neem je hem af. Die had een bedrijf. Meerdere, of een bedrijfconcept. Goede handel. Nou, dat is voorbij. Was voor mij niet zo leuk. Ik was de automatiseerder dingens, hoofdverantwoordelijke. Maar ja, als je klant geen business meer heeft, ja, wat heeft er dan die computer voor zin? Nou, laat maar zitten. Nou, weg ermee. Nee, het is maar wat. En die immigratie, dat, ik weet niet hoe dat afloopt. Hoor. Modderig, denk ik. Kijk, iemand die al 30 jaar in Nederland woont en nog steeds geen Nederlands kent. Ja, een beetje drie brood graag of zo, hè? Die meisje gaat met die jongetje naar die feestje in die dorpje. Ja, dat gaat me niet worden. Je gaat mij niet wijsmaken dat die mensen die in 30 jaar geen Nederlands hebben leren spreken, dat die de komende 5 jaar het in gaan halen. En ook een aantal boeken van Marten Toonder in huis hebben staan. Dat ze voorlezen aan hun kinderen. Echt niet. En weten ze wat van de geschiedenis van Nederland? Nee, dat doen niet. Helemaal niks. Dat kan ook niet anders. En die immigranten kunnen er op zich niet zoveel aan doen, hoor. Die worden hier naartoe gehaald. Middels maatregelen. Mogen ze allemaal op het vliegtuig, of in het vliegtuig, of op de boot. Voor €500 enkele reis Nederland. En binnen no time heb je dat terugverdiend. In de zin van een uitkering. Ja, wat kan je die mensen dan verwijten? En dat weet ik ook, dat weet ik van mijn Libische vriend. Mohammedaan. Dat in de moskeeën hier in Arnhem. Daar worden anti-westerse preken gehouden. Zei die tegen mij van ja, en jullie doen aan de verering van de moeder van God. Ja, me stom verbaasd. Dan kom je daar weer bij. Ja, dat zei de imam. En de mensen die de moeder van God, God en de Zoon, dus de heilige drie eenheid, dat als ze die vereren, nou, dat vinden wij anti-Allah. Dat
Dat doen we helemaal niet aan. Dat is katholicisme. Als er een volk is, samen met de Duitsers en de Engelsen, die een pesthekel heeft. Dat een pesthekel heeft. Aan katholicisme, dan zijn dat die drie landen zonder meer. Maar dat weten die mensen niet. En de imam zegt dan van ja, het Westen is een verering van de heilige Maria, moeder van God. Nee, dat is katholicisme. Nederland is protestantistisch geweest. Nou, niet meer, maar nu vinden we plotseling alles goed. Maar zo worden die lui geïndoctrineerd. Alsof wij hier allemaal katholieken zijn. Niet leuk voor ons. Al die achterdochtige mensen naar binnen. Die het hier eigenlijk maar helemaal niks vinden. Ik ken een jongen uit, of een jongen, een man uit Turkije. Toen was hij uitbater van een horecagelegenheid. Er kwam nooit een hond. Nooit een hond, maar het was niet overdreven druk. Zo. Ja, had je altijd een plek aan de bar. Dat is ook wel weer leuk. Hoor. Een aardige man, hoor. En later hoorde ik dan van dat die tent op last van de gemeente Arnhem is gesloten. Want het was een distributiepunt voor cocaïne. Ja. Kijk, dan mogen mensen van mij cocaïne snuiven wat ze willen. Mij interesseert het helemaal niks, cocaïne. Maar wel weer tekenend. En wat die man nu doet, dat weet ik niet. Hij is er ook weer zo heen. Er zit een hoop mafketels bij, hoor, bij de immigranten. Een beetje cocaïne distributiepunt gaan runnen. Een witwasoperatie heet dat. Ja, dan moet ik gaan flikken in Istanbul. Ik word geëxecuteerd. En deze man heeft waarschijnlijk inmiddels een uitkering. Want zijn goede baantje. Ja, die tent is dicht. Ja, wat moet je ermee? Dan hebben we recentelijk het Marrakesh-akkoord ondertekend. Van iedere vluchteling die moet een bed krijgen, een sanitair hebben, een douchetoilet, wastafel en brood. Broodje shawarma, broodje kebab, broodje zeg maar. Ontbijt, lunch en avondeten. We moeten iedereen te eten geven. Waarom? Waarom wij? China, de Gobi-woestijn is hartstikke leeg. Laat ze daar lekker naartoe gaan. In China heb je van die spooksteden. Die steden die zijn uit de grond gestampt met een of andere stedenarchitect. En al die flatgebouwen, torenflats en zo, die zijn allemaal leeg. Ja. En dan ga je daar lekker naartoe. Hang Xiuwang, sambal, bij. Nee, ze komen allemaal naar Nederland. Door Israël neemt geen enkele vluchteling op. Turkije, naar mijn mening, ook niet hoor. Japan ook niet.
Nou, niemand wil naar Kenia. Dus waar wil je naartoe vluchten? Ja, alleen naar Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Engeland, Frankrijk. In Spanje blijft volgens mij geen hol zitten. Iedereen denkt van, oh, Spanje, is dit Spanje? Nou, dan gaan we verder naar het noorden. Ja. En waar belanden ze dan? Ja. Dus veel van die Algerijnen en Marokkanen, en die wonen in de buitenwijken van Parijs. Le banlieue. Hey, daar is het gezellig, man. Een vriend van mij die is geboren in Ede. En ik stelde aan hem voor om een soort videoreportage te maken. Het idee was, we nemen de Renault Clio. Een krat bier erin. Nou, camera mee. En dan gaan we naar de wijk toe waar hij geboren is. En dan lopen we er even die flat in. Even stilstaan bij zijn appartement, flat. En hij zo, oh nee. Nee, als we dat gaan doen, dat wordt klappen. Ik zei, man, maak je niet zo druk. Nee, zei, dat doe ik echt niet. Als wij daar in die wijk binnenkomen, met z'n drieën, vieren, ja, met een camera erbij. Wat houdt die jongen? Ja. Camera kapot en blauwe plekken. Ja, dat zijn zijn woorden. Ik geef het maar even door. Verder mijn probleem niet. Vond het jammer. Ja. Ja, als het zo is. Ja, dan niet. Het is een hele leuke jongen. Een ongelooflijk grappig uit de hoek komen. Ja. Ik zag het helemaal voor me. Een mooie reportage van, weet ik veel, 3 kwartier of zo. Nee, dat durft hij niet. Vanwege de immigranten. Veel mensen voelen zich niet meer thuis in Nederland. Snappen het niet meer. Het was 3 dagen terug bij de Spar. Werkte een meisje achter de kassa, een jonge vrouw. Dat had ik nooit eerder gezien. Een hele snelle, handige kassier. Die sprak vlekkeloos Nederlands. Prachtig. Ja, kom er maar eens om. Ja, niet iedereen integreert. Ik denk dat misschien 10%, 5% van de immigranten is bereid tot integratie. De rest zit hier met een chagrijnige smoel te hunkeren naar het moment dat ze terug kunnen gaan. Terwijl het in die landen helemaal niet fijn is. Dat is dan weer hun probleem. Ja, ze willen wel terug, maar ze willen niet terug. Want in Nederland is het prettiger verblijven. Toch. Maar integreren? Nee, jongen. Dat doen ze niet. Niet het merendeel. Absoluut niet. En ook zo'n Turks gezin. En die man, die heeft geen werk. Dus die moet dan vrijwilligerswerk doen. Of zo.
Ja, hij heeft wel een vrouw en een kind. Ze zijn hele aardige mensen. Niks kwaads over hen. Maar ze voegen niks toe aan de economie. Ze gaan mij niet vertellen dat het geld oplevert. Het kost alleen maar geld. En het kind van hun heeft een eetstoornis en het groeit niet. Zijn Turken toch al niet zo groot, maar dat wordt een hele kleine Turk. En er zijn natuurlijk ook van die Turken, en dat komt best wel goed. Ja, waarom niet? Maar niet het merendeel. Dat ga je mij niet vertellen. Ik weet niet wat het percentage is hoor, wat een bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving. Ik denk per saldo, als je alle immigranten bij elkaar optelt en dan kijkt naar de kosten en dan kijkt naar de opbrengsten. Het kost meer dan dat ze opbrengen. Dat is mijn vermoeden. Uit mijn waarneming. En anekdotes van internet en uit de krant. En denk je, oh jee. Er steekt weer eens een immigrant een auto in de brand. Zijn ze boos? Maakt mij niet zo heel veel uit hoor. Ik weet niet wat je eraan kan doen. Ze zijn het al zo lang van plan. Het Koudenhoven-Kaljerki-plan. Dat gaat nu zijn honderdste jaar in ongeveer. Het plan is van een eeuw geleden. Afgerond dan. Hè? Op 100 jaar. Ja, is al zo lang bezig. En hoe kan je dat stoppen? Nou, dat kan je helemaal niet stoppen. In een streetcafé, daar hangt zo'n sticker. Wat is dat weer? Illegale immigranten, welkom. Zo. Immigranten zonder geldige papieren zijn hier welkom. Ik zou niet weten waarom. Moet ik even flikken in Istanbul? Of in Marrakesh? Of naar Casablanca. Dag, ik Perry Winkel. Ik uitkering wil. Nee, maar hier kan het wel, hè. Vanwege onze goedheid. Oh, we zijn weer lief. En die immigranten zijn ons niet dankbaar. Dat kan ik je wel vertellen. Ik ken een vrouw en die heeft een immigrant. Als man gehad, hebben ze 2 kinderen mee. Hele leuke kinderen. Nou, hij is dan de deur uitgegaan, of weet ik veel wat. Maar ja, zij heeft ook zoiets van, ja, die kinderen hebben een vader nodig. Dus ze heeft hem uitgenodigd, een tijdje terug alweer. En hem opnieuw in huis. Ja, dat ging helemaal niet, man. Zij weer de deur uit. Ja, zei ze, ik heb het wel geprobeerd, maar het is onacceptabel gedrag. Ja, daar heb ik niks aan. Moet wel een beetje de vader zijn van mijn kinderen.
Nou ja, is hij dan niet. Ze hebben ook gekeken naar hoe het afloopt. Dus huwelijken, gaat het met name om blanke vrouwen met immigranten mannen. Nou, die huwelijken, tussen aanhalingstekens, relaties met kinderen en alles. Hè. 90% eindigt op of onder de armoedegrens. Ik ben een vrouw en die komt uit Duitsland en die werkt hier in Nederland. Woont en werkt in Nederland. En die had ook zo'n immigrant als een man. En die verzuchtte laatst, niet tegen mij hoor, maar ik ving het op. En die verzuchtte tegen een vriendin of zo. Van ja, die man van mij is niet echt handig. Ja, dat is mooi een nadeel. Hè? Als dan de kraan loopt te druppen, dan kan je een loodgieter bellen. Om het leertje van de kraan te laten vervangen. Ja, of je moet het zelf doen. Maar daar heb je toch een man voor, of niet? Maar niet die Keniaan. Hey, die krapt zichzelf op de kop en die denkt van... Oh, kraan drupt. Oh. Hey, die man kan trouwens niet eens Nederlands. Die kan alleen maar Engels. Een hele mooie jongen hoor. Mooie witte tanden. Hij drinkt geen alcohol en hij is Mohammedaan. Maar geen dingen zoals het leertje vervangen van de kraan. Of zoiets, van die klusjes. Er zit kortsluiting in het koffiezetautomaat, het dingesapparaat. Ja, even die kortsluiting verhelpen. Pim Fortuyn heeft ooit gezegd, die mensen die we hier naar binnen halen of toelaten, die zijn achterlijk. Ja, dat zijn ze ook. Die lopen achter. Die hebben geen flauw idee wat zich heeft afgespeeld in het noordwesten van Europa. Die komen niet verder als van, je, het zijn slavendrijvers en nu komen wij ons geld terughalen. Ja. Ja, ik vind het allemaal best, hoor. Maar je hebt er niks aan. Er is een vrouw die komt uit Suriname. Klagen over Nederland, man. Oh. Ze heeft er iets van osteoporose. Vitamine D3 gebrek. T6. Engelse ziekte. Dat ook wel. En heeft zo'n Nederlandse overheid. Heeft ze zo'n elektrisch karretje gekregen. En een grote mond als hij. En een uitkering natuurlijk. En een huis. Best een leuk huis hoor. Maar heb je er wat dan? Nee, helemaal niet. Ze is nog lesbisch ook. Of biseksueel. Dat is een sodomiet. Dus ja, echte kinderen krijg je er ook niet van. Oh, en ze heeft een kind. Ze heeft het zwanger laten neuken. Maar dat kind zit dan bij haar moeder. Want zelf kan ze daar niet voor zorgen. Zo druk. Iedere keer ja, moet ik weer kijken of de uitkering al binnen is. En ik wil ook wat leuke dingen doen voor mezelf. Ja, en een kind erbij, dat kan ik even niet hebben. Kind is pisseling natuurlijk. Dat wil ik niet zeggen dat Nederlandse moeders zoveel beter zijn. Maar in dit geval, het gaat weer eens om een immigrant. Ja, heb je er weer zo'n een? Ja, wat moet je ermee? Ik zag het niet weten. Ja,
Deze vrouw in kwestie, ja, je moet dat elektrische karretje aan de praat houden. En dan maar hopen dat ze er heel zuinig op is. In de tijd van de jaren 70, jaren 80, dan was het een heel hip hier in Nederland om ontwikkelingshulp te gaan doen. Al Nederlandse mensen gingen dan naar Zuid-Amerika, Afrika. En die mensen helpen om zich te ontwikkelen. Het is allemaal mislukt. Dat kan helemaal niet. Die mensen zijn achterlijk. Ze lopen achter. Dat is verder niet erg. Laat die mensen met rust. Laat ze zelf maar ontdekken hoe ze het willen. Wat maakt ons het uit? Het is toch hun land? En Bolivia of Guatemala of Venezuela. Ja, dat is toch hun land? Wat doen die lui hier? En wat deden we daar? Ja, Nederlands belastinggeld er doorheen jassen. Meer niet. Het heeft heel veel geld gekost, al die ontwikkeling zo. Ah, heeft niks opgeleverd. Dus waarom deden we het dan? En nu gaan we er nog mee door ook, door die mensen hier op te vangen. Maar denk, ja, gaat dat beter? En hoeveel mensen kan Nederland dragen? Nederland, wat produceert Nederland aan bruto nationaal product? Daar moeten we wel zelf van kunnen leven, dacht ik. Dan ook nog al die mensen erbij uit het buitenland. Echt, je man. Ook een heel droeve verhaal van een vrouw, een Nederlandse vrouw. En die heeft een kind, het is een alleenstaande moeder. Maar dan nog, haar zoon zat toen, of die zit nog steeds op, nee, nu niet meer, denk ik. Maar die zat op middelbaar onderwijs. En die had een pinpas van zijn moeder gekregen, met een saldootje erop. Marokkaanse jongens, die hebben zijn pinpas afgetroggeld. Onder bedreiging. Heeft hij ook nog zijn pincode af moeten staan, onder bedreiging. Nou, toen kwam die jongen thuis helemaal overstuur. Mam, de pinpas is gejat. En ik heb mijn pincode af moeten geven, onder bedreiging. Die moeder helemaal over de pis heen. Contact opgenomen met de leiding van de school. En die stelde voor dat haar kind van school moest. En die Marokkaanse jongens, die hoefde verder niks mee te gebeuren. Maar die jongen moest maar van school, die Nederlandse jongen. Ga maar naar een andere school met je kind. Want jouw kind wordt hier afgeperst. Die Marokkaanse jongens aanpakken? Nou, volgens haar niet. Nee, dat kan niet. De irritaties die lopen op, hoor. En het idee van het stichten van een nieuw mensenras, dat lukt ook niet. Niet met gezinnen die dan, hè, als ze dan multicultureel gaan voortplanten, dat ze dus op de armoedegrens belanden. Ja, dat wordt geen winnaar. Dat is een doodlopende weg. Het is een mooie boel, hè? En het loopt niet goed af. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
hoe dit zich gaat ontwikkelen. Kijk, die gele hesjes, ja, dat zegt niet zoveel, hoor. Je moet het hebben met de regering over het Koudenhoven-Kaljerki-plan. Het tot stand brengen van een homogeen Europa. Dat je niet langer hebt dat in Groningen er wordt Gunnings gepraat. En dan in Friesland praten ze Frisk. En in Drenthe praten ze Drens. Al die verschillende culturen, nee, dat moet allemaal weg. België moet hetzelfde worden als Duitsland, moet hetzelfde worden als Frankrijk. En dat doen ze dan door overal enorme hoeveelheden uit Afrika en het Midden-Oosten hier naartoe te pompen. Er stond zo'n artikel in de Trouw, een vrouw, Naema Tahir. Ik had er nog een uitzending over gemaakt. Niet voor het slapen gaan, hoor. En die heeft een moeite met het woordje de en het woordje het. Terwijl ze columnist is voor de Trouw. Dan weet ze nog niet eens van de en het. Denk je. De man, de vrouw, het kind. De tent, het huis. De boot, het schip. De weg, de straat. De stad, het dorp. En die vrouw die stelde dan voor in haar column in de Trouw om het Nederlands te gaan verbouwen en het woord het af te schaffen. Want het zou te ingewikkeld zijn en te immigrant onvriendelijk. Ja, dat lijkt me toch wel de limit. Stel dat ik naar China zou gaan en ik zeg, ja, maar wel leuk, ik ben hier uit Nederland. Maar, ja, dat ni hao, dat kan ik niet echt onthouden. Kunnen we daar niet goedendag van maken? Ja, natuurlijk. Ja. Laten we dat proberen. Je gaat dat niet in het Nederlands verbouwen. Ik heb dat niet nodig. Ja, anders gezegd, die immigranten die zijn al zo duur. En dan ook nog het hele Nederlands gaan verbouwen. Dan moeten we de dikke vandalen opnieuw gaan schrijven. En het groene boekje. Dan moet dat op school doorgevoerd worden. Dus als je dan zegt, dat meisje ging met die jongen naar dat feest in dat dorp. Dan krijg je een onvoldoende. Al die mensen op dat onderwijs moeten allemaal opnieuw geschoold worden. Op kosten van de immigranten. Nee, het moet stoppen. Maar ik weet niet hoe, hoor. Geert Wilders helpt niet, by the way. Schijnmedicijn. Even een slokje cola, hoor. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie inmiddels in slaap gevallen zijn. En op zijn hamburgers, zag ik tjus en dag lieverds.